Verticale video. Ik had er eigenlijk altijd een hekel aan. Maar met de komst van de socials is er geen ontkomen meer aan. En is het niet meer erg als je lijdt aan VVS, het Vertical Video Syndrome. Ja, zoek maar eens op. In deze tutorial gaan we een social maken voor TikTok. En dat kan natuurlijk prima op je mobieltje. Maar de echte pro doet het natuurlijk in Premiere Pro. En dat gaan we doen. We gaan aan de slag met video, dus zorg ervoor dat ik een map heb om uit te gaan werken. Alles staat hier opgeslagen, dus ook het nieuwe project wat ik ga aanmaken in Premiere Pro. Bij het aanmaken van zo'n nieuw project geef je ook gelijk een goede naam mee aan bestand en browse ik naar de locatie waar dus ook al mijn filmpjes staan. Daar sla ik het project op en wees naar je eigenwijs, doe dat nou gewoon zo. Oké, okay, de interface is gebouwd, dus gaan we video's importeren via File en Import. Selecteer de beide video's en dan verschijnen ze links onderin in mijn project bin. Natuurlijk wil ik ze zien, dus met een dubbele klik open ik de video en kan ik er even daarheen scrubben in de source monitor. Even de andere bekijken. Uh, ja, dat ziet allemaal prima uit. Dus deze video, dat is mijn eerste en die sleep ik op de tijdslijn. En hier op de tijdslijn is nu alles op het juiste formaat. Ik kan hem even bekijken en ja, het eerste stukje kan er wel vanaf. Dus het begin van de clip, die selecteer ik, sleep ik naar rechts en daardoor kan ik al gelijk een mooi stukje knippen van die eerste video. De tweede video, ja daar mag ook juist het eerste stukje vanaf en kan ik met de accolade hier in de source monitor klik een inpunt maken en dan is het eerste stukje dan gelijk afgeknipt en dat is natuurlijk wel heel erg makkelijk. Ja, om nou een beetje goed de video te timen, zou ik het liefste een beetje door de bovenopliggende video willen heen kijken. Dat doen we via de effect controls. Dan de opacity, de doorzichtigheid. En die kan ik van 100% naar minder verplaatsen. Waardoor ik zowel mezelf zie als de voet. En kan ik mooi gaan timen. Een beetje de video's heen en weer schuiven in een tijdslijn. Om er een, ja, een mooie timing van te gaan creëren. Nou, Dit lijkt wel aardig goed uit te komen. Pat. Om nu de video's mooi te laten blenden ga ik een masker maken. Een masker rondom de voet. En de interface is daar eigenlijk een beetje te klein voor. Ik kom wat ruimte tekort. En daarom verbouw ik de interface door de naam Program Monitor op te pakken en rechts in die groene balk los te laten. En dan heb ik een hele grote video waarin ik heel mooi een masker kan gaan tekenen. Nog een klein beetje de interface weer terugzetten zodat ik ook weer de tijdslijn wat ga zien. Maar ja, het wordt een korte video, dus heel veel van de tijdslijn hoeven we niet te zien. Maar wel ja, ruimte in de video om daarin een mooi masker te gaan creëren. En dat masker maken we met het pengereedschap bij de Opacity. Daarmee maken we het masker aan. Uh, maar ik maak ook wel gelijk even een marker aan. Want dat masker uh, ja, dat zit op een bepaald moment in tijd natuurlijk. En alles gaat bewegen. Dus ik weet bij uh, de marker, daar heb ik het uh, masker helemaal netjes uh, pas neergelegd. En dan met het pennetje kan ik langs mijn voedsel uh, mooi de curves gaan, uh, gaan maken. Door te klikken en soms te klikken en te slepen om een mooie kromming te gaan krijgen. Zeker rondom de voedsel is het belangrijk om dat heel nauwkeurig te doen. De rest maakt eigenlijk niet uit, want er zit een kleine verder, een vaag randje rondom het masker. En dat komt al vrij snel goed. En daar ben ik weer terug en het, het masker staat. Ja, hij staat in dit frame, maar we willen hem natuurlijk gaan animeren. Dus door deze stopwatch aan te zetten voor het masker, kan ik de timeslider een klein stukje naar links halen. Een aantal framejes ja, en dan zie je dat het masker niet meer goed sluit. Maar door mask 1 te selecteren, zie je alle vectorpunten weer en kunnen we het gewoon netjes opschuiven. Um, en de tijd ertussenin wordt door Premiere Pro netjes in between geanimeerd. Ja, steeds een beetje die verte puntjes pas je aan. Steeds een beetje spelen met die playhead, met je timeslider. Um, en ja, probeer ze nauwkeurig te plaatsen. Steeds een beetje heen en weer spelen. kijken of het nog allemaal goed gaat. Um, en zo laat je langzaam maar zeker het masker met de voet samen uit beeld verdwijnen. Maar ja, tot wanneer heb ik nou precies dat masker eigenlijk nodig? Nou, dat is natuurlijk wanneer de voet op de grond terecht gaat komen. Uh, even zoeken naar dat plekje. Hier ben ik geplet door mijn eigen schoen. Dus daar heb ik eigenlijk het masker niet meer nodig. Dus met het scheermesje snijd ik mijn bovenste video door midden. selecteer ik nog eventjes de video aan de rechterkant, waar dus ook nog het masker in zit. Ja, en die heb ik hier nodig. Dus ik selecteer het mask 1 en dan delete op mijn toetsenbord. En dan is heel de schoen weer aanwezig. En dat geeft toch gelijk wat meer het effect van wat ik wil gaan bereiken. Ja, op deze manier gaan we dan door met aan de andere kant van de play verder gaan met het aanpassen van al die keyframes. Al die puntjes van het masker. Uh, en laten we steeds meer ook zien van de broekspijp. Dus frame, frame. Gaan we weer verder. Gaan we keyframes aanmaken. En zorgen dat het uh, ja, masker netjes blijft zitten. Zodat het uiteindelijk de, de Movie Magic uh, ja, geloofwaardig gaat worden. En uh, dat het een tof filmpje wordt. Ja, en hier wordt het ook wel interessant om mezelf uiteindelijk ook te gaan verbergen. Uh, dus hier ben ik uh, niet meer nodig, hè? ik ben geplet door die schoen. Dus ook hier maak ik het masker wat groter aan de bovenkant van de schoen ook. Uh, zodat ik uiteindelijk mijzelf ook verberg achter het masker. Het vervelende van de Creative Clouds is dat ze blijven bewegen en dat vind ik een beetje jammer. Uh, dus ik ga dat verbloemen door een kopie te maken met al het ingedrukt en slepen uh, van de video met de voeten in. En zo verleng ik hem ook ietsje naar de voorkant, zodat ik wat meer ruimte heb om een mooi overgangseffectje te maken met de opacity. Daarvoor doe ik een dubbele klik aan het begin van de track en kan ik met het pen gereedschap het opacity lijntje een keyframe geven... En nog een keyframe aan het begin van het clipje. En naar beneden slepen. Zodat ik een 0% opacity heb. En die laat ik hartstikke mooi dan inveden. Waardoor het effect van het verplaatsen van de wolken toch net ietsje minder wordt. Niet zaligmakend, maar men kijkt toch wat meer naar de voet dan naar de wolken. En um, ja, dan zouden we eigenlijk kunnen zeggen dat in dit geval nu uh, de TikTok video klaar is. Klaar om te exporteren. Dus selecteer je tijdslijn en ga naar File Export Media. En daar kies ik voor H264, het formaat wat TikTok heel fijn vindt. En ik pak nog de preset high-quality HD-video erbij. Maar daar gaat hij net weer een breedbeeldformaat van maken. Dus ik kies voor Match Source. Vervolgens geef ik nog aan waar die opgeslagen moet gaan worden. Natuurlijk in hetzelfde mapje als waar we zijn begonnen een paar minuten geleden. Final, save. En dan nog export. Render hem uit. En vervolgens heb jij jouw video die je op TikTok kan plaatsen. Tot de volgende.